In het zuiden ligt mi Limburg, geschreven door missionaris Tum Pieters in Brazilië. Pieters woont daar al 40 jaar. De laatste jaren werkt hij als kapelaan in Tanguá, een plattelandsgemeente 50 kilometer achter Rio de Janeiro. En toen ik in Brazilië was, zocht ik Tum Pieters op. Een kleurrijk man, zo bleek al snel, met een actief sociaal leven in de gemeenschap. Bovendien heeft hij een grote culturele interesse. Vandaag hoort u het eerste deel van een reportage die ik van Tum Pieters in Brazilië heb gemaakt. Uiteraard kwam het gesprek al snel uit bij zijn liedteksten. Die liedjes die waren zing, die waren eigenlijk veel bandjes opgenomen met enkel balladen. Nu heeft hier een keus dood gemaakt. En een neef, hè? Met een neef. En de andere neef heeft hier in de studio. En dus hebben ze eigen studio opgenomen, zodat het eigenlijk een fabriek... Een fabrieksje is geweest van de eigen familie. Hè? Ja. En dat is het mogelijk geweest, omdat de studio van hun waren, dat goede koop af te drukken, die cd. En dat is er nog gebeurd. Ja. Maar wat mij dan nu zo integreert, is dat Geer Limburgse teksten maakt hier in het tropische Brazilië. Ik heb mijn eigen taal nog niet verleerd, hè. Mestres, dat is nog de taal die ik het beste spreek. Hè? Je spreekt liever Mestres als Latijn en lezend van de kerk, ja. En ook nog liever als het Portugees? Ah, Portugees voor is een heel lastige taal, hoor. Maar als je er al zo lang woont. Ja, maar daar heb ze toch nog een accent, hè. Ja. En heel dik zeg ik de leuk part, ik heb heel schoen gepreek. Ja, maar dat ken ik uit de van verstaan. Wat nou al die jaren, nou, die 40 jaar, of lang zit je hier ondertussen? Het is niet alleen de taal, er zit het anders achter. Zo gauw als je merkt dat het een vreemdeling is die spreekt, dan huurt al niet mee, wat er wilt zeggen. Hè? Ja. De huur zit wel wat er zeden, de begripsvolle woorden en daarmee de... Ja. En daarvoor ligt dat Mestres dus nog helemaal beter? Dat ligt me veel beter, ja. Zeg, maar... Het is niet alleen in het Mestres gemaakt, het gaat ook over Mestres, hè? Het gaat over het Mestres van, wat zullen we zeggen, van 50, 60 jaar geleden. Dat is een soort nostalgie die eruit spruk. Ja, natuurlijk, hè. Ik heb eind geschreven dat ik heb een hele hoop teksten, maar er zingen ze niet allemaal. Hè? Maar bijvoorbeeld, ik ben de engel van Mestres, is niet zo over nog hoe zijn daken bleek. En dan zijn we zo de... Over alle show, dan niet Judex mijn ogen toe. En dat is van Mestres, dus de engel van Mestres, bijvoorbeeld. En Limburg, mijn land, zo in de trant van Eren, heel bewonderd, heel wel bewonderd. Ja. Heb je wel eens heimwee? Nee. Ik ben een keer in Mestres, vorig jaar, dit jaar ben ik in Mestres geweest. Ik vond het geweldig, hè? Geweldig. Zowel de lui en als ook de het ganse ambiente, hè. En ik heb mijn kinderen bezocht en ook in ieder geval hulp gekregen. Dat was van mijn Tuma, die mijn reis betaald praktisch. En Missie Thuis van Tromont, die mij een hulp gegeven. En die zusters van Petrus Klaver, onder de bogen in Mestres, die hebben me gewoon nog klei metgegeven voor liturgische gewaden enzovoort. En rozenkransen, die ben ik maar zelden, maar ik word ook blij met. Ja, maar ik denk, je moest daar teksten schrijven over dat nostalgische gevoel. Dat een Mestres in herkent en dat woont in Brazilië, dan moet ergens niet goed zitten zo, hè? Dat... Nee, de was eigenlijk een goede vaderlander als de boete de land leeft. En zelfs een goede Mestres in herkent. Een goede Mestres in herkent.
Met een buurman in mijn streekboek geboren worden, in de Smeestraat in mijn streek, daar ben ik geboren. Dat was die de Bie, hè? Die de Nobelprijs gekregen heeft. Maar tot het eind van zijn leven, dus een paar jaar geleden, was er nog in mijn streek, maar die sprak zuiver mijn streek, zuur. En met dezelfde mijn streek dat jij is hebben. Geweldig, hè? Dat vergeet ze niet. Je schreef ook niet alleen maar over mijn streek, hè? Want ik zie in buurgeleedjes, er is ook een leedje over Toor. Nou ja, dus Limburg, hè? Niet alleen mijn streek. Ik ben geen chauvinist. Wel vind ik dat mijn streek natuurlijk de voornaamste stad ter wereld is, hè? Maar ik ben toch geen chauvinist, hè? Limburg is Limburg, hè? Ja. En geweldig. Gelegen tussen de bruggen, blinkende torens van in mijn streek. Doen ik weer denken, boos in die jaren. Ik zat op het stukje in het gaslampenleeg. Een groenachtig leegske verlegde mijn struisje. Blond door de hoogte van het hoes op het heugske. Ik zat op het stukje, telde mijn heugen. Voel van mijn heugen, beschuil in mijn breukske. Gaslampenleeg, gaslampenleeg. Leek niet met heimwee voor mijn streek. Het gaslampenleeg, leek niet met heimwee voor mijn streek. En de monnikaspel, de boel of geen even. Die waar gezondheid, ze hadden een blauw. Streude confetti en danste de polka. Eten en drinken, dat noets niemand schooi. Kom we weer zwemmen, abolle toeken. Smeek en een tuiken, wij koken elke. Jojo deed draaien, gongen weer reppen. Over het reisje, dan langs het welke. Gaslampen leeg, leek niet met heimwee voor mijn streek. Gaslampen leeg, het gaslampen leeg, leek niet met heimwee voor mijn streek. Een lied geschreven door Tum Pieters. Het gaat over het gaaslampenleeg. De verlichting uit de prille jeugd van die pater Pieters. 77 jaar nu en al 40 jaar woonachtig in Brazilië. Af en toe komt hij nog wel eens in Limburg. En dan blijkt pas hoe de missionaris vervreemd is van zijn collega geestelijken in Limburg. In mijn preken zijn zo verschillend dat de ieder pastoor die vraagt zich af, zou ik hem laten preken, ja of nee? Wie geeft dat dan in zijn werk voor jullie die dat nog nooit gehoord hebben? Wat is dan zo het bijzonder aan uw gepreek?
Nou, ik praat wie ik heb geen preek toen. Ik ken het preek, hè. Dus ik zeg, luister eens, hè. Wat ik u nu kan vertellen, dat is echt voor gebeurd, hè. Maar dat moest in een preek niet zeggen. Dat moest bij, ik zal maar zeggen, dat moest in de stijl blijven. En dat ken ik werkelijk niet, hè. Dus dan vertel ik stom dingen, hè. Welke stom dingen? Wat voor stom dingen zijn dat? Well, de laatste keer dat ik geloof dat ik daardoor ook een beetje me gediscrimineerd heb, daar had ik verteld dat ik bij ons in de parochie, hè, daar vond ik een beeldje op een show, hè, met een keerske de veur. Dat was van een manneke, hè, met een keerske de veur. Ik weet dat beeldje wat ik erop had, is dat ze zegt, ja, zit ze ben jong en ik had toch een keer vol kinderen. Maar allemaal meisjes, het kern en niet jong. En dan steek ik voortdurend voor dat beeldje van dat manneke wat er staat, steek ik voortdurend keersen om. Nog eens goed kijken, weet ze wat dat was. Dat was een kapist van Brussel. Maar die meende dat het Brusse breuken was van de Jezuskinneke. Ik vertel dat zo maar. Maar dat kan ze in een kerk eigenlijk niet vertellen. Hè. Maar ja, het volk vond toch wel geweldig, hè, die preek. Mijn ja. Preken zijn onvergetelijk, hè, zachten ze. Hè. Ja. Trouwens, ik heb een hele serie geschreven. Onvergetelijke preken in... In de sleutel. Ja, het blaad van het bisdom. Het blaad van het bisdom. Zeg maar, dat wordt niet zo'n dank afgenomen, dat soort preken in onze Lieve Vrouwenkerk. Nee, dat in onze Lieve Vrouwenkerk, maar die andere kerken die het een bang. Hè. Dus de zien, die pastoors, die zijn eigenlijk gebonden om vaste regels enzovoorts. En als missionaris komt ze op zijn ganse andere mentaliteit. missionarissen vult me op, als ik hier in Brazilië ben, die zijn nog het vriegevochtener en die zin gaat meer... praktisch ook ingesteld. Hè? De Nederlandse pastoor, dat is meestal stuit het wier van het volk af. Hier in Brazilië ja, is het een man van het volk. Ja, hey, omdat komt de luiden zijn niet zozeer gehecht aan de kerk als aan de bediener van de kerk, hè? Ja. De pastoor. Bijvoorbeeld, we hebben deze parochie ongeveer 25 jaar is die bediend geworden door boetelenders, de boetelandse pastoors. En nu hebben we op het ogenblik een Braziliaanse pastoor. En zwart, werkelijk koolzwart. Maar wat die mens op het ogenblik een onhang heet, hè, die kerk overvol, hè, bouffeert me. Dus is ik wel met mijn gebroken Portugees te praten, geen toegang gehad tot het volk. Die wel, hè, geweldig is dat. Dus de eigenlijke autochtone bevolking, hè, die moet in de pastoor hebben van zijn eigen land. En dat is nog het beste. Ja. Is dat ook de reden dat hier geen pastoor zit hier met kapelaan? Ik ben kapelaan, ja. Ik ben al jaren kapelaan. Ik ben maar één jaar pastoor geweest, hebben ze me afgezet. Dan ben ik weer kapelaan geworden. Waarom hebben ze gaaf gezet? Nou, ik had, mijn interesse ligt veel weer als enkel religie. Dus ik had museum, ik wou meer in het museum als in de kerk, hè, enzovoorts. Hè, en ik heb mijn sociaal werk, hè, we hebben, zoals we ze gezien hebben, 150 families hebben we geregistreerd en een stuk grond gegeven. Dat is een hele industrie, want die lui die lopen dicht na voor documenten, voor baksteen of voor vinsen, voor taakpannen, weet ik. Het is een ganse industrie die je opgebouwd hebt. Hè. Dus het gaat niet meer om de gelijkertijd om die twee dingen samen sociaal en religieus werk samen te doen. En daarom ben ik blij dat ik kapelaan ben. Ja. En dat blijf je ook kapelaan? Dat was tot mijn leven lang, ja. Ja. In Tangua? Dat weet ik niet, natuurlijk. Ik ben al veel tijd. Ik moest eigenlijk al gepensioneerd zien, maar ik zie het nog niet. Ik zie nog niet zitten om te pensioneren. Dat zal nog wel een jaar of die wij gewoon. Missionaris Tum Pieters in Brazilië. En volgende deel 2 van het bezoek aan Tum Pieters. Samen met hem liep ik rond op een groot stuk land, net buiten de dorpskom van het armoedige Tangua, niet ver van Rio de Janeiro.